Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Last of Iron 4. We hebben een beetje een probleem. We hebben namelijk het Oosten Front, waarbij we, nou ja, de Sovjet-Unie ook mee oorlog hebben. En het ziet er nog niet echt je van het uit, behalve, ik weet niet wat er met Frankrijk is gebeurd, maar dat maakt op zich niet veel uit. Ik ga even kijken. Ik heb toevallig nog de divisies daar staan. Ik haal er wel gewoon even de divisie naartoe. En dan gaan we even die boel daar kapot maken. Daar geen divisies hebben staan, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon in de tussentijd gewoon eventjes deze laboratorie schuiven. De Japan hebben ook de oorlog verklaard aan de French Commune. Wat dus betekent dat ze ook met de Comintern oorlog hebben. En daarna hoeven we eigenlijk alleen nog te focussen op de Sovjet-Unie. Hopelijk gaat het wel wat beter dan dat het nu gaat. Breken er een beetje doorheen en daar ben ik niet blij van. Maar wanneer we het westelijke front van de French Commune in ieder geval kapot hebben, dan hebben we tenminste al wel een beetje wat meer vrijheid, laten we zeggen. Even zien, we hebben weer iets nieuws. Infantry equipment. Dat vind ik allemaal wel prima. Hier zijn ze nog mee bezig. Ja, we hebben eigenlijk deze nodig. Oké, we hebben de twee omcirkeld. Dat is wel goed betekend, want we hebben in ieder geval nog een fortlinie. Dit is ook een 10x10. Dus als we daar doorkomen, wat net al gebeurd was, dan heb je een beetje een probleem. Oké, ik vind dat wel genoeg voor dat gedeelte. Oké, deze die wil ik dan ook eventjes gaan doen. Zodat we toch wat meer boost hebben. Oké, ik heb ook even mijn conscription law eventjes aangepast. Hopelijk gaat dat wel iets beter, want dan pleur de divisies eruit. Oh, dat kan niet veel goeds betekenen als Venezuela ook ergens ingaat. Oh, fuck. Zo, Portugal. British Rush gaat erin. That's what she said. Oké, die is helemaal klaar. Oeh, nice. Fleet in being, trade in deduction, base strike. Fall of Warsaw. Ah nee, die V is ook nog even aangekloot. Daar ben ik toch in de oorlog mee. Ja. Jullie hebben wel heel wat divisies daar staan. Mooi. Ja, dit is gewoon echt een wereldoorlog. Ik heb een heel goed dockyard. Oeh. Pleur die maar bij de destroyers. Alleen niet zoveel rubber. Maar. Hoe lang is Frankrijk? Oké, het duurt niet meer lang. Ik denk dat als we alleen met Brest nog hebben, dan. Komt wel goed. Hey, dat is één. Ik ga jullie daar maar even helpen. En daarna kunnen jullie mooi de Sovjet-Unie even helpen. Want daar gaat het volgens mij wel iets beter op het moment. Maar dan moet ik eerst wel even kijken.
Als we dit gebied er ook gelijk bij krijgen, dan hebben we nog een front in Afrika. Spanje maar twee divisies nog maar. Lekker. Betere shipyards. Wow. Jullie gaan richting Stalingrad. Jullie gaan richting Moskou. Oké, waarom lijkt het zo? Man. Chaos hier. Ik heb heel wat staal nodig, zo te zien.
Ik ga daarna gewoon Mexico even helpen. Yes, de German Panzers. Heb ik waarschijnlijk de hele controle over de Black Sea bijna. Behalve dan moet ik binnenkort nog Turkije aanvallen. Als ik daar de tijd voor heb, dat zie ik dan wel. Oké, volgens mij is Japan gevallen. Flexi wall. Ja, please. Sovjet-Unie. Union of Red Dragons, wat? Dat is Bhutan dus. Aha.
Man, 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 jezus. Ja, oh ja, verdomme. We horen natuurlijk ook dat nog bij de commentaar. Of Stalingrad. Hoe lang nog voor de Sovjet-Unie collapses? Waarschijnlijk niet lang. Nou, mijn god, nou. We zijn weer in Normandië hoor. 1943. We zijn alweer in Normandië. Positieve nieuws is dat ze nog geen naval dockyard hebben, dus op zich. I don't know. Oh my god, nee, zijn we alweer delen van Nederland terug. God, holy shit. Oh ja, die hele fortlinie. Ik ga maar gewoon even wat van dit ding maken. I don't know. Echt wel komisch. Gewoon zo'n hele lijn. Istria. Base strike. Carrier primacy. Oh nee! Dat is helemaal niet goed. Beetje late your fuck. Ik denk dat we een klein beetje een probleem hebben. Want waar heeft Duitsland al zijn troepen? Het is serieus maar 99. What the fuck is er mee gebeurd? Ja, goed idee. Laat de poort open. Goed idee. Thanks bro. Thanks. Heel erg gewaardeerd. Ga gewoon kapot, jezus. Jij loopt gewoon daarheen, I don't know. Kijk, ik heb weer een aantal divisies.
moet even Duitsland even helpen. Oké, dit is in ieder geval weer opgelost, zo te zien. We haalt een klein beetje van de zorg weg. Artillerie, denk ik. I don't know. Oké, jullie gaan hun helpen. Gaan ze ook even agressief maken. Ik snap totaal niet hoe ze daar al een seaport hebben weten te halen in fucking Nederland. Waarschijnlijk iets van Den Helder of zo, of een van die bases daar. Hoeveel procent nog? 98 hebben ze al. Jesus Christ. Jij pakt dat blokje. Jij pakt dit blokje. Jij loopt gewoon naar die seaport toe. Get bij Wilhelmshaven. Please. Oh ja, tuurlijk. Die telt er ook nog even bij. Kom op, hoeveel heb je nog nodig? 100%? Jij. Annex die shit. Annex hoeveel je kan. Ik wil de olieproductie hebben. Ik wil de hele Black Sea voor mezelf hebben. Zo zo, ik kan veel en ik oh nee, ga maar. Dus dat is wel heerlijk om al die staten aan te klikken, zo van, oh die wil ik, die wil ik, die wil ik. Ik ga het gewoon vooral doen voor de resources. Wat zou ik van Frankrijk even nemen dan? Of van Noorwegen? Oh, Noorwegen als een puppet.
Sovjet-Unie hoef ik niet eens meer. French Commune. Ah, neem ik dit eilandje wel, joh. Ik vind het prima. Ik hoef niks meer. Ik vind dat wel even genoeg. 59 staten, sowieso. Oké, nu mogen jullie allemaal hun gaan helpen. Limited export. Tot er even lekker bij. Fighters. Oh ja, nu heb ik wel genoeg resources. Never mind, want ik moet weer wat militaire factories even ergens op signen. Oh, mijn hele vloot is ook kapot. Zeg toch. Iedereen daar aan het ontmoet. Ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vond. Geef een like, abonneer op mijn kanaal. Zie ik de volgende keer weer. Later.